Welkom bij deze instructievideo van de Agodi Academie. Communicatie over de schooladministratie tussen jouw school en Agodi gebeurt via het beveiligde loket Mijn Onderwijs voor Directies en Administraties. Ik leg je uit hoe je aanmeldt, je berichten kan verzenden en raadplegen en hoe je documenten verzendt naar Agodi. Snel navigeren door deze video kan heel eenvoudig. Selecteer via de tijdbalk in YouTube het gewenste hoofdstuk. Eerst laat ik je zien hoe ik aanmeld in Mijn Onderwijs voor Directies en Administraties. Ik open Mijn Onderwijs voor Directies en Administraties. Via onderwijs.vlaanderen.be opende ik alvast de pagina over Mijn Onderwijs voor Directies en Administraties. Op die pagina vind ik aan de linkerzijde een groene balk waar ik de link vind om me aan te melden. Ik klik op Meld je aan. Nu moet ik me aanmelden met twee-factor authenticatie. Dit is een veilige manier van aanmelden. Er zijn verschillende mogelijkheden. Ik kies ervoor om me aan te melden met It's Me. Zodra ik aangemeld ben, opent de hoofdpagina van Mijn Onderwijs voor Directies en Administraties. Ik ga naar Berichten. Dat kan via het tabblad Berichten in de blauwe balk bovenaan. Je herkent het aan het icoon van het envelopje. Daar klik ik op. Het berichtencentrum gaat open. In het berichtencentrum kan ik een bericht sturen aan Agodi, een document sturen aan Agodi of een overzicht van berichten tussen mijn instelling en Agodi raadplegen. Ik wil een bericht sturen naar Agodi. Dat kan door op de hoofdpagina de tegel Stuur een bericht aan te klikken. Een tweede optie is om in de blauwe balk bovenaan het tabblad Stuur een bericht te selecteren. Daar klik ik op. Een scherm gaat open. Bovenaan het scherm merk ik meteen een balk met vier bolletjes op. Dit geeft weer dat een bericht verzenden in vier stappen verloopt. De eerste stap is de instelling selecteren waarvoor ik het bericht wil verzenden. Ik werk voor twee instellingen, dus krijg ik hier beide instellingen te zien. Ik selecteer school ABC. Dat doe ik door te klikken op de knop Selecteer, rechts naast de gegevens van de school. In de tweede stap selecteer ik de contactpersoon bij Agodi waar ik mijn bericht aan wil richten. Ik kan kiezen tussen mijn relatiebeheerder, als het om een algemene vraag gaat, een dossierspecialist voor een specifieke of dossiergebonden vraag. Er is één dossierspecialist leerlingen en één dossierspecialist personeel. Of ik kan een thematische vraag stellen aan een themaspecialist. Mijn vraag is eerder algemeen van aard. Ik selecteer de relatiebeheerder. Dat doe ik opnieuw door te klikken op de knop Selecteer naast de gegevens van mijn relatiebeheerder. In de derde stap moet ik mijn bericht opmaken. Mijn bericht heeft natuurlijk een titel. Die kan ik al meteen klaarzetten. Mijn bericht gaat over een schoolverandering. Ik moet bovenaan ook een thema selecteren. Ik klik op de pijl in het veld onder thema en zo opent een keuzelijst. Daar zie ik verschillende thema's. Mijn vraag gaat eigenlijk over een leerling die van school zal veranderen, dus ik selecteer het thema leerlingen. Bij ieder thema hoort ook een verdeling. Ik klik opnieuw op
de pijl naast het veld. En daar zie ik de verdelingen bij het thema leerlingen. Mijn vraag over een schoolverandering heeft te maken met een uitschrijving. Dus selecteer ik de verdeling in- en uitschrijvingen. Goed, vervolgens kan ik mijn bericht gaan typen. Ik merk meteen dat het tekstveld te klein zal zijn voor mijn bericht, maar dat is geen probleem. Door de rechteronderhoek van het tekstveld te selecteren en naar beneden te trekken, maak ik het veld groter. Wanneer ik het loslaat, behoudt het zijn vorm. Ik zet mijn cursor in het tekstveld en ik plaats er meteen mijn bericht in. Dat lees ik nog eens even na. Ja, prima zo. Ik wil het bericht versturen. Dat doe ik onderaan door op de knop verstuur te klikken. Bij stap 4 kan ik een collega selecteren met wie ik het bericht wil delen. Dat betekent dat mijn collega ook kan reageren op het bericht. Let op, het bericht is zichtbaar voor iedereen binnen de school met rechten op het gekozen thema. Hier dus het thema leerlingen. Een collega waarmee ik het bericht niet deel, maar die wel rechten heeft op het thema, kan het bericht enkel lezen en niet reageren. Het is ook mogelijk om een bijlage toe te voegen om mijn bericht te verduidelijken. Dat vind ik hier niet nodig. Formele documenten laat ik nooit op in bijlagen bij een bericht. Ik laat je zo nog zien hoe ik dat wel kan doen. Ik klik onderaan op de blauwe knop afronden om mijn bericht te versturen. Mijn bericht is aangemaakt. Ik krijg het meteen te zien. Ondertussen is het overzicht van mijn berichten automatisch geopend. Ik wil mijn berichten raadplegen. Ik kan op twee manieren naar het overzicht van mijn berichten gaan. Dat kan van op de hoofdpagina door op de tegel met het overzicht van berichten te klikken. Die herken ik aan het icoon van het bericht. Of door in de blauwe balk bovenaan het tabblad overzicht van mijn berichten aan te klikken. Daar klik ik op. Een overzicht van mijn berichten opent zich. Hier zie ik de berichten die ik zelf verzonden heb. Dat is er op dit moment maar één. Ik zie ook een tweede tabblad naast mijn berichten. Dat zijn de berichten gedeeld met mij. Deze berichten hebben collega's aan Agodi verzonden, maar daar kan ik ook aan meewerken door bijvoorbeeld op het bericht te reageren. Zo'n bericht aanklikken, dat doe ik door het berichtnummer te selecteren. Nu wil ik een kijkje nemen in het derde tabblad, berichten van mijn instellingen. Daar klik ik op. Dit tabblad bevat alle berichten die voor mijn instellingen door mezelf of door collega's aan Agodi werden verzonden. Ik kan al deze berichten dus lezen. Ik keer terug naar de hoofdpagina. Ik klik bovenaan in de blauwe balk op hoofdpagina. Om documenten te versturen naar Agodi kan ik van op de hoofdpagina van het berichtencentrum op twee manieren naar de juiste plaats navigeren. Ik kan de middelste tegel op het scherm selecteren. Die heeft de titel Stuur een document en herken ik aan het document met de pijl. Of ik selecteer bovenaan in de blauwe balk het tabblad Documenten. Daar klik ik op. Ik selecteer als eerste de instelling waarvoor ik een document wil verzenden door bovenaan op de pijl met de keuzelijst naast instellingen te klikken. Ik selecteer hier de instelling.
Vervolgens kies ik uit de keuzelijst bij formulier het juiste document uit. Ik selecteer het pijltje en daar klik ik op het personeelsformulier. Ten slotte selecteer ik nog bij schooljaar uit de keuzelijst die tevoorschijn komt wanneer ik de pijl aanklik het juiste schooljaar, 2024-25 in dit geval. Vervolgens klik ik op de knop bijlagen toevoegen. Ik kan een document selecteren uit mijn documentengalerij en ik ga voor het testdocument, een PDF-bestand. Goed, nu kan ik een document doorsturen. Ik klik op de knop Stuur documenten door. In dit geval wens ik maar één document te bezorgen aan Agori. Maar let op, je kan maximum 5 documenten in één keer aan Agori bezorgen. Ik klik op de knop Stuur documenten door. Agori Academie. Verbindt en versterkt.